De kogel is door de kerk. De oliebollenbozen bij de gemeente hebben besloten dat er naast kroegen, restaurants, cafetaria's, shawarmazaken, lumpiakarren, frietkotten en andere fastfoodketen nu ook supermarkten en misschien oliebollenkramen op zondag zaken mogen doen. Het oliebollenverbod van voorheen is wellicht van de baan. Ik weet nog goed, Oudejaarsdag 2017, zondag 31 december. Heel Holland koopt oliebollen aan de kraam, behalve in Kampen. Dat kon hier toen nog niet. Dat was vloeken in de kerk. Gelukkig gaat Kampen met de tijd mee. Zij het dan een paar jaar later, maar Kampen doet nu ook mee en kan er op zondag, naar alle waarschijnlijkheid, een oliebol aan de kraam worden gescoord. Oliebollenkraamverzorger Reinie Veenekamp staat hier nu al 10 jaar met zijn kraam in Kampen. En hij mocht 10 jaar lang geen oliebol aan de man brengen op zondag. Volgens hem was Kampen het laatste stadje in zijn oliebolwerk die geen zondagopening had. Voor het eerst in de geschiedenis is dat nu anders. Open kraam op zondag. Dit is een wereldprimeur voor Kampen. We staan hier nu in het heilige der heiligen, de oliebollen kraamkamer. Heb jij nog speciale aanbiedingen voor de zondagen? Bijvoorbeeld een gezegende bol of een poedersuikerfeest? Nee, we hebben geen speciale aanbiedingen, maar we hebben wel een lekkere oliebol op de zondagen. En de meesten die op zondagen komen, die genieten daar wel van. Nou, me dunkt, je zult behoorlijk wat aanloop hebben, want er staan hier 6 kerken in de buurt. 6, dat is genoeg. Maar of die mensen ook op zondag een oliebol gaan kopen, dat weet ik niet. Vast wel. Ja, maar we hebben ze vaker geproefd, dan komen ze terug. Die kerken zitten overvol, daar past geen hoedje meer bij. Dus er zal ongetwijfeld wat klanditie uitkomen. Dat hoop ik wel. Maar de mensen hebben een eigen keuze of zondag naar de oliebollenkraam gegaan, ja of nee. Ja. Het is hun eigen keus. Welke bollen gaan het hardst? Dan toch wel hier in Kampen wel de krentenbollen. Ja? Ja, met krenten en rozijnen die gaan het hardst. Hoe dat zo? Ja, dat zijn ze hier gewend, denk ik. Als ze hier een oliebol zeggen, die is kaal, we moeten met krenten hebben. Verwacht je trouwens veel van de zondagen? Deze zondag wel met de kerstnout Kampen, maar de komende zondag niet. Waarom niet? Omdat de mensen niet gewend zijn dat ik open ben. Ja, dan gaan we nu wat aan doen. Ja, dat hoop ik wel, dat dit een stukje reclame is daarvoor. Hey Reinie, ik wens je heel veel kraamvisite op die zondag. Dankjewel, dat hoop ik ook. En fijne feestdagen en een goed nieuwjaar. Dat wens ik Kampen ook. Dankjewel.